jezelf vormen? Wil je groeien in het geloof? Wil je daarin ook gemeenschap beleven met anderen? Denk dan eens aan een studie in het Sint Bonifatius Instituut. Deze keer in het Bisdom Maandjournaal. In juni internationale aandacht voor vluchtelingen. Speciale cursus leren luisteren naar wie niemand luistert. Op Vaderdag aandacht voor het vaderschap van de heilige Jozef. Processies en bedevaarten in juni. En voor iedereen die meer verdieping wil, open dag theologieopleiding op 8 juni. Welkom bij het Bisdom Maandjournaal van juni 2024. Op 20 juni is het de Wereldvluchtelingendag. Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor mensen die hun thuisland hebben moeten ontvluchten vanwege oorlog of andere zaken. Op 16 mei was het personeelsuitje van de Curie-medewerkers ook in het teken van de vluchtelingen. Met elkaar maakten we in een boot die in 2013 nog door 282 vluchtelingen was gebruikt om de Middellandse Zee over te steken. Met deze boot maakten wij een tocht over de grachten van Amsterdam. En onze reisleider was zelf vluchteling. Tom, een politieke vluchteling uit Egypte, die vertelde over zijn reden van vluchten. This is Mr. Friday. And Mr. Friday is a boat came from Egypt. It was a fishing boat, but then it started to smuggle people from Egypt to the south of Italy, and they had to pass first through Libya. The last trip there was 282 passengers on this boat, mostly from Eritrea, and some of them were from Ethiopia. Tone Castellain found this boat in Lampedusa in 2015, and he brought this boat here in the Netherlands in 2016 to make a project. A cultural project to spread the idea of the power of immigration, and start the tours in 2016. I came here directly from Egypt in 2014. I am a political refugee, and since then I live here in the Netherlands, 2014. How has been your time here in Netherlands? It's a good and bad. Some good things, some hard times. Up and down. But overall, I'm happy. There are a lot of blessings in the end, so it's good. And what was the hardest thing for you to be as a refuge? Being degraded. Being treated like I am less, or like I have no experience or knowledge or anything. Even in the theater field, which I belong, I studied for it. In Egypt we have really an old theater, but people here don't know, so sometimes they are treating me like I am the caveman. And that's beyond discrimination, you know. That's degrading, and that's a bad thing. And what was the most beautiful thing that happened to you while being here? Meeting the love of my life. Yes, it was an amazing time, and 6 years of support to find someone in a different country when I was really down and depressed and had some problems, and then find someone native supporting you, standing in front of people and defending you and helping you to stand up on your feet and give you a family, a reason to live. It's priceless. Rederij Lampedusa, waarmee wij de bootvaart maakten, heeft twee boten die door vluchtelingen zijn gebruikt om te vluchten vanuit hun thuisland. De rederij biedt rondvaarten aan over de grachten van Amsterdam onder begeleiding van een vluchteling die zijn verhaal doet. Misschien is het een mooi uitje, bijvoorbeeld voor werkgroepen
in uw parochie. Op zaterdag 1 juni organiseerde de afdeling Caritas in samenwerking met het Ignatiaans Studiecentrum in Amsterdam een cursus over luisteren. En dan heb ik het niet over het luisteren dat wij in het dagelijks leven gewoon zijn te doen in gesprekken die we met elkaar voeren. Nee, deze cursus ging over het luisteren naar wie niemand luistert. Een van de trainers was diaken Rob Paulet en hij heeft voor iedereen die de cursus heeft gemist nog wat tips hoe om te gaan met luisteren. Op de eerste plaats wil ik zeggen dat de cursus organiseren we samen met de afdeling Caritas van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. En de cursus, het is een cursusdag eigenlijk. En het is een dag waarin inleidingen gehouden worden, maar waarin ook geoefend wordt met hoe luister je nou naar mensen naar wie je eigenlijk normaal gesproken niet zo luistert of geneigd bent om te luisteren. Bijvoorbeeld een dakloze op straat of een eenzame buurvrouw van wie je weet dat die eigenlijk nooit visite krijgt, maar ja, zelf vind je het toch moeilijk om daar contact mee te maken. Of mensen die op een andere manier buiten de samenleving, een beetje buiten de normale reguliere circuits van de samenleving, moeten leven en vaak geïsoleerd zijn in hun contacten. En dus we organiseren het ook omdat we geloven dat contact en aandacht, luisteren, dat is een vorm van sociaal kapitaal, zou je kunnen zeggen. Er zit een enorm geschenk in. En dat weet je zelf misschien ook. Als er iemand is die echt tijd neemt om naar je te luisteren, dan verdiept je relatie, zeker als dat wederkerig is. Dus daar willen we eigenlijk mensen de gelegenheid bieden om die dag dat te onderzoeken en er ook mee te oefenen. En waarom is het zo belangrijk om juist naar die specifieke mensen te luisteren? Ja, ja. Nou ja, kijk, op de eerste plaats zien we in het evangelie dat Jezus niets anders doet. Hè? Dus heel veel mensen die hij geneest of voor wie die aandacht heeft, dat zijn mensen die op de een of andere manier buiten de reguliere samenleving staan. Het is opvallend in het evangelie, steeds ziet Jezus niet zozeer, heeft hij een oordeel over die mensen, maar ziet hij hun isolatie en hun nood. En wat Jezus steeds doet door een genezing of tegen Zacchaeus te zeggen, bij jou wil ik komen eten. Hij trekt mensen uit hun isolement en hij geeft een wending aan hun leven. Dat komt vaak ook omdat zij mensen zelf geloven in Jezus of door de ontmoeting met Jezus innerlijk veranderen. En je ziet dat die levens daardoor weer verder mogen gaan. Nou, een eerste tip is misschien, herinner je de woorden van Jezus ook in Matthäus 25. Dat wat je voor de minste hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Dus als je gelovig bent, als je een christelijk geloof beleidt, Dan zit daar altijd die opdracht van, heb oog voor de mensen die het niet zo goed getroffen hebben of die ergens buiten de samenleving geraakt zijn. En als je met zo'n blik ook over straat loopt, dan kun je veranderen in de manier waarop je naar die mensen kijkt of met die mensen omgaat. Een basis voor geloof is natuurlijk ook, we zijn allemaal kinderen van God. En elke mens heeft een waardigheid die vooraf gaat aan wat hij kan, of hij nou geslaagd is of niet, of hij veel geld heeft of niet. Dus dat mag ons ook motiveren om te zien, ja, we zijn in essentie broeders en zusters van elkaar. Of als je bij de supermarkt een straatkrantverkoper tegenkomt, dat je niet alleen een muntje geeft en een krantje, maar inderdaad ook eens vraagt van, goh, hoe is het en fijne dag, heb je goed verkocht of zo. Dat zijn allemaal van die eenvoudige vragen, waardoor je wat leven in het contact in de dag brengt voor die mensen. Want het is natuurlijk niet leuk als je al ergens zit en eigenlijk moet bedelen. En mensen zie je dan ook echt alleen maar als een bedelaar. Maar mensen zijn veel meer dan een bedelaar of veel meer dan een dakloze. Het is een verhaal en er zijn in essentie inderdaad, mogen we dus ons beseffen, ja, we zijn eigenlijk broers en zussen. Als we dat nou echt geloven en als we dat echt willen leven, ja, moet ik dan niet stappen zetten om dat ook waar te maken? Op 16 juni is het Vaderdag. En wanneer wij het in de kerk hebben over vaders, dan denken we natuurlijk heel snel aan God de Vader. Maar we denken ook aan Jozef, de heilige Jozef die de voedstervader, oftewel de pleegvader van Jezus was. Wouter de Brie is zelf jongvader en vertelt wat Jozef voor hem betekent in zijn spiritualiteit en in zijn vaderschap. Zoals we wel allemaal weten zijn de evangeliën best wel stil over de heilige Jozef. Maar wat we weten is dat hij een stille man, een rechtvaardige man, een kuise man,
een zuivere en pure man was. Dat hij de man, de echtgenoot van de heilige maagd Maria was en de aardse vader van Jezus. En wat we misschien allemaal niet zo goed weten en wat minder bekend is, is dat hij in de Romeinse kerk na onze lieve moeder Maria de hoogste verering toekomt. En dus meer verering dan alle andere heiligen en engelen. Dus meer dan de heilige Petrus of de heilige Paulus of nou ja, noem maar op. Hij komt ja, na Maria dus de grootste verering toe in de kerk. En waarom wordt heilige Jozef gekend als vader van de kerk? Nou, wij zijn als gedoopten, zijn wij op een mystieke wijze één verenigd met Christus. En Jozef, de heilige Jozef, die was natuurlijk de aardse vader van Jezus Christus. En wij als kerkgemeenschap zijn het lichaam van Christus. Dus zo is de heilige Jozef meteen ook vader van ons, als kerkgemeenschap, omdat wij het lichaam van Christus zijn. En hoe kan de heilige Jozef als een rolmodel werken voor vaders? Nou, de heilige Jozef die is patroonheilige van vele aspecten. Vaderschap is één van zijn aspecten waarvan hij patroonheilig is. Maar waarom hij speciaal voor vaders is dat hij zijn nederigheid, nou ja, zijn kuisheid en zijn autoriteit, hoe hij als vader zijn gezin leidde en hoe hij er was voor zijn gezin, brood op de plank verdiende voor zijn gezin. Hoe is de heilige Jozef een rolmodel voor jou als vader? Hij is heel belangrijk voor mij. Ik vraag hem om leiding bij de keuzes die ik moet maken als vader, als hoofd van het gezin. Maar ik vraag hem ook om nederigheid, dienstbaarheid, liefde. En als belangrijkste vraag ik hem of ik in mijn vrouw en in mijn kind, in mijn dochter, of ik in hun Jezus mag zien. Met de zomer voor de deur trekken we natuurlijk weer naar buiten. Dat betekent dat we in onze geloofspraxis ook bedevaarten en processies gaan maken. Maar wat is daar nou de achterliggende betekenis van? Waarom doen we dat? Gedelegeerde voor de liturgie, waar ook de processies onder vallen, vertelt over de betekenis van processies en bedevaarten. Er zijn er heel wat die eraan komen. De bekende bedevaarten die naar Lourdes gaan, Banneu. Naar Heilo, ons eigen heiligdom, zijn verschillende bedevaarten die door parochies georganiseerd worden. En dat zijn echt de tochten die de mensen maken om met hun parochie of met hun gemeenschap daar naartoe te gaan. En de meeste bedevaarten gaan toch nog altijd naar Maria. Wat mooi. En wat is het verschil tussen een bedevaart of een processie? Een processie is vaak een wat kleiner iets. Een bedevaart verdeelt zich over meerdere dagen natuurlijk, is ook vaak op een andere plek. Processies worden gehouden bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam of in Laren, de beroemde Sint-Jansprocessie. Maar er zijn ook steeds meer parochies die bijvoorbeeld rond Sacramentsdag een kleine processie houden door bijvoorbeeld de tuin van de pastorie of een stukje over de weg. En geven daarmee uiting eigenlijk aan het geloof dat je ook uitdraagt. Letterlijk de straat op. En waarom is het zo mooi om daaraan deel te nemen? Het kan vaak je geloof een beetje versterken doordat je het met heel veel andere mensen doet. Zeker bedevaarten naar Maria-oorden. Voor mensen die bijvoorbeeld wat ziek zijn of het wat moeilijk hebben in het leven, worden daar vaak wel weer gesterkt om het vol te houden. En processies zijn vaak mooie momenten om de hele parochie bij elkaar te verzamelen. En op die manier het geloof te uiten, dus niet alleen maar in het kerkgebouw, maar ook daarbuiten om te laten zien dat de kerk naar buiten toe ook zijn relevantie heeft. En hoe kan je je opgeven voor bedevaarten zoals naar Lourdes of naar Benoît? Dat kan, zeker als het voor ons eigen bisdom geldt, gewoon even goed kijken op de website van het bisdom, want er zijn verschillende organisaties die zich daarmee bezighouden. En zeker kunnen mensen ook in hun eigen dekenaat of hun eigen parochie informeren wanneer er een bedevaart is en hoe ze daaraan kunnen deelnemen. In ons bisdom is de grote Sint-Jansprocessie in Laren op 22 en 23 juni. Voor iedereen die meer verdieping wenst en dat ook over een langere periode kan doen dan alleen maar in een processie of tijdens een bedevaart,
is er de studie theologie. Die studie wordt in ons bisdom aangeboden aan het Bonifatius Instituut en is van harte aanbevolen aan alle vrijwilligers en alle mensen die zich verder willen verdiepen. Op 8 juni is de open dag van het Bonifatius Instituut in de Tiltenberg in Vogelenzang. Misschien zoek je zelf ook naar verdieping en bezinning. Een van de mooiste manieren om je te verdiepen en te bezinnen is het studeren van theologie. Zeker als dat gepaard gaat, verbonden is met gebed, bezinning, gemeenschap met elkaar, geestelijke leiding, althans de mogelijkheid om die te ontvangen. Al die aspecten die zijn verenigd in het Sint Bonifatius Instituut. Waar je op verschillende manieren kunt studeren. Je kunt beginnen met een korte hervorming. Je kunt doorgaan tot baccalaureaat, licentiaat in de godsdienstwetenschappen. Dus je kunt eigenlijk op heel veel mooie manieren daar bezig zijn. En zo jezelf vormen en ontwikkelen. En ook gekwalificeerd worden om een hele goede inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan het werk in de parochies. Op het gebied van de pastoraal, van de catechese en op tal van andere manieren. Dus wil je jezelf vormen? Wil je groeien in het geloof? Wil je daarin ook gemeenschap beleven met anderen? Denk dan eens aan een studie in het Sint Bonifatius Instituut. Op 8 juni is ook de gebedsdag van de vrouwen van alle volkeren in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heilo. Er rijden speciale pendelbussen vanaf station Castricum om alle pelgrims te vervoeren. Op 22 juni is voor alle tieners en vormelingen de Bavo-dag in de kathedralenbasiliek in Bavo. Op andere dagen deze zomer is in de kathedraal voor kinderen een spannende speurtocht over de wezens van de kathedraal. Op vrijdag 7 juni vieren we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Op 29 juni het hoogfeest van Petrus en Paulus. Voor pastorale beroepskrachten is er tussen 21 en 24 juli een retraite onder leiding van Pater Lindeyer in de Foyer de Charité in Thorn. En na de zomer kan men van 15 tot en met 20 september mee op de lezersreis van Samenkerk naar Hildegard van Bingen. Zie voor meer informatie de nieuwe Samenkerk die op 6 juni verschijnt. Komende zomer is er dus weer voldoende te doen in ons bisdom en daarbuiten. En natuurlijk wens ik u van harte een hele mooie zomer toe. Het Bisdom Maandjournaal is pas in september weer terug. Heeft u in de tussentijd activiteiten waarvan u denkt, die zouden we in het Bisdom Maandjournaal van september wel terug willen zien? Stuur mij dan een mailtje naar kathedraaltv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Heel graag zie ik u terug in september.